Ik heb de berichten ook inderdaad ontvangen. Niet alleen via Facebook, maar gelukkig ook via jullie, de media. En ik heb gelijk met de directeur gesproken van CBB, mevrouw Pocky. Zij heeft aangegeven dat het extreem druk is de afgelopen dagen voor aanvragen van uitdrukselen, aanvragen van geboorteactes. Het probleem is, de mensen gaan vanuit de eerste hoofdpoort gaan ze in de rij staan. In verband met COVID moeten we natuurlijk alle voorzorgsmaatregelen in acht houden. Je kan niet nu helemaal naar binnen gaan. Dus ik heb toen 2 weken geleden heb ik een raadsvoorstel ingediend om te vragen of wij de loketten achter kunnen bijbouwen. En die raadsvoorstel is goedgekeurd gelukkig door de Raad van Ministers. Het wachten is nu op de gelden zodat wij achter kunnen aanpakken en het geriefelijker wordt voor de klanten daar bij CBB Flora. Oké, maar los van dat er bijvoorbeeld iets erbij gebouwd moet worden, maar iets organisatorisch. We naartoe moeten gaan natuurlijk, Raoul, is het automatiseren van alles. Want het is achterhaald om nu voor een uitdrukking helemaal naar daar toe te gaan. Terwijl ook alles via nu, de moderne tijd, kan via appjes kan je dat doen. Maar dat is een heel proces die ik opnieuw wil inzetten. De tijd van een oude overheid moet nu voorbij zijn anno 2020. We moeten gaan naar een data-driven overheid. En een overheid die gebaseerd is op de nieuwe technologie. Dus middels app en middels telefoontjes. Weet je dat je sneller met je smartphone kan werken. Maar tot die tijd gaan we met de oude manier moeten werken. En dat is jammer genoeg nu in de rij staan. Ik vind het heel vervelend voor de mensen. We zijn nu op zoek naar tenten. Of we dat extra kunnen zetten. We hadden 50 of 60 tenten bij de verkiezingen. Die kunnen we ook nergens meer terugvinden. Dus laten we even kijken hoe we dat gaan oplossen. Maar nu vooralsnog is het de oude systeem om in de rij te staan. En op welk termijn zou dat gebeuren? Bij de nieuwe begroting bedoelt u? Of, nee. Ik heb gelukkig al goedkeuring gehad 2 weken geleden. Het is een bedrag van 100.000 zoveel om achteraan te pakken samen met de medewerkers al daar. De plan is om 2 containers te verschuiven en dan 4 of 5 kassa's extra bij te bouwen. Zodat de klanten sneller worden geholpen. Oké. Ik heb iemand aan de lijn gehad vandaag die een geboorteakte moest hebben. En ze zijn ingeschreven bij dochter Sofie Redmondstraat en ze moesten naar hoofdkantoor. Is het geen idee om dit soort zaken bij hun eigen CBB-kantoren te kunnen afhandelen? Ja, dat klopt. Als nieuwe minister van Binnenlandse Zaken is een van onze speerpunten het efficiënter maken van CBB. We zijn er al mee begonnen. Ik mag je zeggen, vorige week hebben wij communicatieplatforms ingericht, waardoor we in direct contact staan met alle CBB-kantoren. En het is nu tijd dat we de werkprocessen gaan vergemakkelijken. En ik heb het geluk dat ik een jonge en frisse, dynamische directeur heb. Dus dat gaan we ook allemaal aanpakken. Kijk, het probleem van CBB is natuurlijk al jarenlang en er komt geen verandering in. Ik wil wel extra veel moeite doen om CBB aan te pakken. En vergemakkelijken. Ik vind ook dat wanneer je in de kwarta woont, dat je daar alles moet kunnen afhandelen. Het is een heel nieuw proces wat we gaan inzetten. En vooral met dat van COVID belemmert het een beetje.